Hallo, mijn naam is Björn Mulder, ik ben arts voor orthopedische geneeskunde. En in onze praktijk zijn we gespecialiseerd in de niet-chirurgische behandeling van rug- en gewrichtsklachten. En een van de meest voorkomende klachten, bekkenklachten, bij jonge vrouwen is bekkeninstabiliteit na de zwangerschap, tijdens de zwangerschap. Vaak tijdens de zwangerschap begint het natuurlijk al, hè? Want wat is eigenlijk het ziektebeeld, wat is eigenlijk de aandoening? De naam zegt natuurlijk al zelf, de banden, bekkeninstabiliteit. Het bekken wordt bij elkaar gehouden door ligamenten, door banden. En tijdens de zwangerschap, onder invloed van hormonen, worden die banden eigenlijk weker, die worden eigenlijk losser. En dat moet ook, want een strak, sterk bekken moet natuurlijk ruimte kunnen geven voor een kind tijdens de bevalling om eruit te komen natuurlijk. En daar heeft het lichaam natuurlijk het meeste, ja, heeft natuurlijk ruimte nodig, dus die banden moeten een beetje mee kunnen geven. En daar zit gelijk ook een beetje de zwakke plek. Want banden zijn elastieken en als elastieken te los of te week worden, dan kan je ze natuurlijk makkelijker verzwikken in feite. Kan tijdens de zwangerschap al gebeuren, dus je met een dikke buik rondloopt, vaak met je met een holle rug. Sommige vrouwen die moeten al in een rolstoel gaan zitten vrij snel in de zwangerschap, omdat ze er gewoon geen druk op kunnen zetten. Dat heeft natuurlijk ook mechanische gevolgen. Het doet pijn in de rug, een hele hoop spierspanning omheen, want die spieren die willen dan gaan compenseren. Kijk, mensen zeggen, of heel veel mensen denken van, goh, ik heb last van mijn rug, ik heb gespannen spieren, het is een spierprobleem wat ik heb. Dat kan. Dat kan, en als mensen dan spieroefeningen gaan doen, of als mensen dry needling krijgen, of massages, of er wordt lekker gestretched, dan wordt het spierprobleem, zou je daar in feite mee moeten behandelen. Zou het in principe over moeten gaan. Maar in heel veel gevallen is dat dus niet zo. Spieren, in het geval van een bekkeninstabiliteit, is een compensatiemechanisme, spierspanning. Ja. Dus je zit eigenlijk tegen de verkeerde problemen aan te kijken. De onderliggende oorzaak zijn die verrekte, opgerekte banden. Dus soms, meestal na een zwangerschap, dan herstelt het wel weer aardig. Als er niet te veel trauma op is geweest tijdens de bevalling of tijdens de zwangerschap. Maar heel vaak ook niet. En dat is eigenlijk de mensen die dus langdurig daar nog last van hebben. Dat kan een jaar zijn, dat kan 10 jaar zijn, dat kan in principe 20 jaar zijn. Hangt er een beetje vanaf hoe erg die banden zijn aangedaan. En waarom geneest dat niet lekker? Want na de zwangerschap, dan vallen die hormonen weg toch, zou je zeggen. Tuurlijk, het gaat weer terug naar je normale hormooncyclus. Maar de schade is dan eigenlijk al geleden. En omdat die banden, je ziet die banden zijn op dit model, als ik wat dichterbij kom, die zijn grijs. En die zijn in het echt ook grijs. Als je het open zou snijden en je zou gaan kijken, dan zijn ze grijs. Omdat ze eigenlijk nagenoeg niet doorbloed zijn. Ze zijn ontzettend slecht doorbloed. Dus als daar ooit een verzwikking is geweest, een verzwikking van die banden, en dat is gewoon los geworden, dan wil dat gewoon vaak niet lekker genezen. En daarom blijven de mensen daar langdurig last van houden. Dat heeft mechanische gevolgen, om ze nog een keertje op te noemen. Pijn bij die aanhechtingen natuurlijk, mechanische instabiliteit, die kan je rug niet goed belasten. Mensen zwikken door hun rug en mensen zeggen van ik schiet door mijn rug. Spierspanning als compensatie, dus heel veel strakke billen, bekkenbodem, heel vaak voorkomend probleem, bekkenbodemspanning. Buikspieren die dysfunctioneel gaan optreden omdat ze de compensatie gewoon niet lang genoeg kunnen volhouden. Kortom, je krijgt een hele cascade die dan gaat spelen, een hele cascade van problemen die dan kunnen ontstaan door het primaire probleem. En wat is hiervoor de oplossing? Is niet de rest van je leven met een bekkenband rondlopen. De oplossing is niet de rest van je leven constant spieroefeningen willen doen. Dat kan, als je daar zin in hebt, maar dan pak je het originele probleem niet mee aan. Het originele probleem is de instabiliteit van de banden, dus de banden moeten weer sterker worden. En daar hebben we een therapie voor. Dat heet prolotherapie, proliferatietherapie. Prolotherapie is een afkorting daarvan. Dat is een therapie dat al heel lang bestaat, al sinds de jaren 40 van de vorige eeuw is het al uitgebreid beschreven bij dit soort gevallen, bij dit soort aandoeningen. En heeft het, zeker in mijn ervaring, een hele goede track record. Dit soort problemen genezen heel consistent, heel goed. Met behandeling van prolotherapie onder andere. Andere injectietherapie. En wat is dat voor therapie? Het is een therapie waarbij het lichaam stimuleren om zichzelf te herstellen. Dus met lokale injecties, met glucose, dus gewoon een vorm van suiker, en dat prikkelt het lichaam, om dus die banden weer strak te gaan trekken. Om die banden dus weer sterker te maken. Want dat is uiteindelijk het onderliggende probleem. De instabiliteit van de banden. De naam zegt het al, bekkeninstabiliteit. In de jaren 90 dachten ze van, joh, dat is een modeziekte, dat bestaat helemaal niet. En er zijn nog steeds artsen die zeggen dat het niet kan, of dat het niet bestaat. En dat is echt, ik vind dat idioot.
Ik bedoel, een verzwikte enkel begrijpen we allemaal. Maar een verzwikte bekken, homaar. Nee, dat bestaat niet hoor. Dat is allemaal psychisch. Of je hebt spierspanning. Of er is wat gebeurd, weet je. Dus als je er zo naar kijkt, als wij met deze visie hier naar kijken en ook met deze behandeling dit probleem behandelen, dan zien we daar resultaat mee. En in mijn ogen, als je het kan genezen, dan heb je gelijk, dan is jouw klopt de theorie. En dat is niet alleen ik, want ik heb het natuurlijk niet verzonnen, ik heb dat ook geleerd van anderen, maar dat heeft nu de afgelopen jaren, decennia, heeft dat gewoon een hele goede naam opgebouwd. Alleen in Nederland is het toch vrij onbekend. Maar daarom deze video's en daarom mijn website, omdat ik er zo enthousiast over ben. Dus nog eens een keertje om het te herhalen. Bekkeninstabiliteit, instabiliteit van de banden, overrekt onder invloed van hormonen of iets anders. Ja. Kijk, bekkeninstabiliteit of een instabiliteit van je SI-gewricht kan bij mij ook voorkomen. Maar dat is dan niet onder invloed van hormonen natuurlijk, maar onder belasting. Als ik slecht in een auto zit of als ik voorover gebogen heb of een klap heb gemaakt of iets dergelijks. Dus een zwangerschap is gewoon een van de oorzaken van zo'n probleem. Snap je? Dus het is niet alleen maar gelimiteerd tot zwangere vrouwen. Dus voor meer informatie over dit probleem, bekijk de website. Bekijk ook de andere filmpjes die ik hierover aan het maken ben. Ik zal een paar linken in de beschrijving hieronder. En dan, als u vragen heeft, e-mail ons, bel ons. Contactgegevens staan op de website www.drmulder.nl. En dan hoop ik u goed van dienst te kunnen zijn natuurlijk. Dankjewel, mijn naam is Björn Mulder voor drmulder.nl.